allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van mij. Ja, hoe kan ik dit nou introduceren? Ik ben, het is dinsdag, het is inmiddels 3:15 geweest. Ik heb gisteren een klant in Frankrijk gelost en ik ben naar Hartheim in Duitsland gereden om een document te maken om door Zwitserland naar Italië te rijden. In Hartheim heb ik gisteren nog een document gemaakt, dus ik ben vanmorgen om 5:00 vertrokken vanuit Hartheim. Normaal gesproken sta je dan met een 4,5 uur op Chiasso om in te klaren aan de Italiaanse kant, zeg maar. Daar ben ik nu nog niet. Het is 3:15. Dat wil dus zeggen dat ik vandaag niks meer doe. Ik kan niet meer lossen. Ik moet dat document vrijmaken en of afgeven. Ja, en dan is het naar een restaurant. Daar moet ik morgen om de hoek beginnen. Ik heb 4 klantjes in Italië. Van Milaan tot Bergamo. En dan moet ik het teruglaaien, neem ik aan. En ik hoop dat dan morgen allemaal in één keer goed gaat. Want ja, ik heb nu eigenlijk al een dag verspeeld. Dus. Maar goed, dat gaan we vanzelf zien. Dus ik neem jullie dit stukje van de dinsdag nog even mee. En dan gaan we wel zien hoe dat de week verder loopt. Veel plezier met kijken. Ja, we staan hier nu op een... op een zijspoor. Ja, hoe moet ik het zeggen? Een zijspoor. Gewoon op de vluchtstrook eigenlijk. Dat is verplicht. En je ziet het hier op dat bord staan. Ik weet niet of dat jullie dat een beetje zien. Dosaggio. Ja, dat wil dus zeggen dat ze aan het doseren zijn. Daar ben ik eigenlijk de hele dag al mee bezig. Ik heb al 3 keer aan de kant gestaan in Zwitserland. Tenminste, ja, in Zwitserland. En ja, dit is het laatste stukje naar Chiasso, naar de douane dus. Ja, we moeten er even geduld hebben. Het is druk. Het is maandag namelijk een feestdag geweest in Italië. En dan mag je niet rijden natuurlijk. Maar dan mag je ook niet naar Zwitserland heen. Als je naar Italië moet. Dus dat is wel een dingetje. Dus alles is nu vandaag gekomen. En ik heb opdracht om via deze route te gaan. En dat pakt even verkeerd uit. Maar ja, goed. Kan gebeuren. Oké. Okay. Ja, er staan zelfs verkeersregelaars hier zo. Op de parking. Ik ben even bij de douane op visite geweest. Nou, dat is allemaal weer in kannen en kruiken, zeg maar. Ik heb mijn loopbriefje. Ik had vooral zeker mijn CMS even meegenomen. Hoeft in principe niet, maar. Ja, goed. Dan kennen we nou verder. Richting restaurant. Haha. Mooi ditje. Nou, en ook dat laatste hindernis is weer overwonnen. Dus nu is het, kijken dat we hier weg kunnen komen. Ja, dat lukt wel aardig.
Nou, zoals ik al vertelde, gaan we gelijk naar een restaurant. Alleen normaal gesproken denk ik dat ze pas naar de Chinees zou gaan, als je Lago. En dat had ik eigenlijk ook al in gedachten. Alleen er zit een jongen die je kent hier in de buurt. En die gaat naar een ander restaurantje. En daar ben ik nog nooit geweest. Dus ja, ik ga daar eens een keer kijken. Je weet het nooit. Je kan er in ieder geval douchen. Ja, en hij zegt dat hij goed kan eten ook. Dus nou ja, we gaan het wel zien. Dus dan rijden we daar naartoe. Want ik zou er nou moeten zijn. Bijna. Ja, ik zie Brammetje al staan. Zo, dat was close. Ja, mooi tijd. 5:00. Ja, ik. Het is dan toch zo. Dus ja, we gaan maar kijken wat we, hoe lang we morgen nodig hebben. Maar ik denk niet heel lang, ik denk 10 minuten of zo. Nou. Helemaal goed. Voor nu, ja. Voorlopig prettige avond. Goedemorgen, het is inmiddels woensdag. Ja, ik sta hier in Cavernago om 2 pedals te lossen. Ik heb er al eentje gelost. Dat duurde ook een uur. Hier ben ik blijkbaar ook te vroeg. Het is nu bijna 10:00. En ik mag om 10:30 mij nog een keer melden bij de portier. Ja, dit is ook zo'n waardeloos bedrijf. Die jongens van Vink die staan hier ook al vanaf 8:00. Die heb ik net even gesproken. Er is nog geen pallet uit. Dus ja, een bijzondere week zou ik maar zeggen. Maar goed, we wachten het af. Ja, ik kan niet anders doen eigenlijk. Die pallets die motten eruit. Dus de volgende klant is 15 kilometer verderop.
Dus dat valt gelukkig allemaal mee, maar ja, zo duurt de dag natuurlijk lang. Maar goed, we gaan het wel meemaken. Nou, het is 10:30 geweest eigenlijk al. Dus we gaan het nog maar eens een keer proberen. Waardeloos, jongens, waardeloos. Maar ja, goed. Ik ben inmiddels aan het rijden naar mijn derde klant. De tweede wilde het niet hebben vandaag. Ze hebben geprobeerd om het op morgen te zetten. Dat ik het eventueel morgenochtend zou kunnen lossen. Maar dat wilden ze ook niet. Dus de klant die kan fluiten aan zijn pallets. Die staan vrijdag weer in Nederland. Dus die gaan weer terug. Dus ja, we gaan dan naar de volgende. En daar, ik heb even met Sebas gebeld, want ik wist het niet helemaal zeker. Ik ben er wel vaker geweest hoor. Maar of dat je daar een mogelijkheid hebt om even de boel te verzetten. Maar dat is wel te doen, dus oké, prima. Gaan we die kant op. Ik ben inmiddels bij de volgende. Ja, ik moet even kijken of ik daar de boel kan verzetten. Dat doe ik gelijk voor mijn laatste klant ook even achterhalen, als ik daar de mogelijkheid voor krijg. Zo, ik heb me even binnen gemeld en ik kan hem gelijk voor de deur pletteren. En dan hoop ik dat ik even de mogelijkheid krijg om de spullen te verzetten. Dat ik de geweigerde pelletje even op de kop kan zetten. Dan heb ik daar verder geen last meer van, want die gaan toch terug. Zo. Dan hebben ze al een krap gemaakt. Met even een beetje te weinig ruimte. Zo. Even eruit met die spullen. Nou, ik ben er vanaf. Alleen ik heb niet mijn andere zendingen even kunnen verzetten. Want die pallets voor mijn laatste klant waar we nu naartoe gaan. Die zijn er ja, langs de zijkant ingezet, zeg maar. En die kan je niet langs achteren pakken. Dus ik kan er niks mee. Ja, dat zien we dan dadelijk wel bij de volgende klant. Dat is maar 35 kilometer rijden of zo. Dus goed, we gaan die kant op.
inmiddels zitten we op de ring van Bergamo. Ja, daar ligt dat Nembro eigenlijk zo'n beetje tegenaan. Dus ja, ik ben er om 10:30. Ik weet niet of dat ze dan nog lossen, maar ja, dat gaan we wel zien. Nog 5 kilometer. Ik heb me even gemeld en ik kan er voor. Dus dat gaan we dan even doen. Ik heb hem inmiddels gelost. Oh. En als je dan je auto in de versnelling zet, dan ga je gewoon vooruit. Ja, dat klopt. En ja, we gaan nu naar de eerste teruglaatklant. Ik heb er 3. En de eerste is 6 meter. Dat zijn strips of zo. IJzeren strips. Ja, die krijg ik er nog wel in voor vandaag, denk ik. Ik ben er om even 3:30. Hoop ik. Ja, die tweede die kan maar tot 4:00 en die is hier eigenlijk in de buurt, maar ik durf het niet om te draaien. Dus ik ga gewoon mijn lijstje afwerken en dan gaan we het wel zien. Dus eerst maar weer een fijn stukje rijden, want het is een kleine 100 kilometer. Dus we gaan het meemaken. Zijn. Ik moet hem vooruit naar binnen rijden, zegt die man. Prima. Alleen ik weet niet waar dat ik moet stoppen, maar goed, dat zegt hij dan dadelijk wel.
Nou, kijk. Ik heb inmiddels de boel vastgelegd. 6 banden eroverheen. Het is een kwestie van het dak dichtschuiven. En ja, richting een restaurant. Want ik doe vandaag qua lader in ieder geval niks meer. Maar goed, zorg voor morgen. Dat die archivering komt. En even uitwegen, papier halen. En dan kunnen we weer vertrekken hier zo. Dus dat is mooi. Berzo Inferiore. Daar staan we nu. Nou, zoek hem maar even op. Het is wel leuk rijden, dat moet ik wel zeggen. Was hier ook nog nooit geweest, dus. Dus zijn we bij het restaurant en ja, dan gaan we hier de avondmaal vullen. Ik had eigenlijk al op de terugweg willen zijn, eerlijk gezegd, maar goed. Zwitserland heeft tegengezeten, nou vandaag heeft er het een en ander tegengezeten natuurlijk met die klant. Dat hij zijn spullen niet wilde hebben.
Dus ja. Een weekje met ups en downs. Veel downs deze keer. Maar goed. We blijven positief. Morgen nog twee erin. En dan ja, even kijken. Want als het goed is heb ik dan nog wel wat ruimte. Maar ik weet niet of hij dan nog wat heeft. Dus nou ja, gaan we morgen zien. Dus fijne avond. Nou, goedemorgen. We staan inmiddels in Albano Sant'Alessandro. En ja, even 7 pallets laden. Ja, en dan kijken we wel, moeten we nog eentje in Milaan. Dus nou, eerst even maar even kijken. Die zitten erin. En nu gaan we naar Vanzago. Dat ligt aan de andere kant van Milaan vanaf deze kant gezien. En ik krijg 3 kwartier vertraging, zie ik net. Het is maar 72 kilometer, man. Ja, Milaan is altijd wel een beetje een puntje, dus... Ja, ik ga gewoon die kant op en we zien het wel.
ik ga hem tegen het opletteren. Even binnen laten schuiven. Nou, de laatste in Italië zit erin. Ik moet nu naar, ik ga naar de grens en dan komen we ook document maken. dat hoef ik allemaal niet te laten zien, denk ik. Ja, dan kan je gewoon niet filmen, dus dat schiet niet op. Ik moet er morgen nog eentje laaien in Frankrijk, bij Colmar in de buurt, geloof ik. Dus, dat ga ik niet meer meenemen, want de vlog is lang zat zo, denk ik. Dus, ik zou zeggen een prettig weekend en tot de volgende keer. Houdoe!